Granola 170, kan je die vullen? Ze bestaan nog maar een half jaar. Toch bezorgen ze al bij 250 gezinnen de boodschappen. Op dit moment al je houdbare boodschappen. Dus eigenlijk alles wat in je voorraadkast staat. Van rijst tot noten, tot je koffie, tot je thee. Die bezorgen wij in wekpotten. En als die wekpotten leeg zijn, worden ze opgehaald, omgespoeld en opnieuw gevuld. En net zoals vroeger melkboer met flessen melk, brengen wij nu de potten met rijst en pasta. Goedemiddag, puur bezorgd. Dit is verpakkingsloos en dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Nu gooien we jaarlijks 494 kilo afval per persoon weg. En daarvan gaat ruim 200 kilo de verbrandingsoven in. Afval scheiden is goed, maar minder afval is beter. In plaats van 100 kleine pakjes rijst, kopen wij één grote bulk hoeveelheid van 100 kilo rijst. En daarmee besparen we al die kleine verpakkingen. Maar al die glazen potten rondslepen en uitspoelen, is dat wel beter? Karton kan immers ook hergebruikt worden. Je denkt bij papier natuurlijk dat kan je recyclen. En dat is ook zo. Al het materiaal wordt perfect gerecycled. Maar bij de productie van papier, of dat nou nieuw papier is of dat gerecycled papier is, wordt heel veel energie gebruikt. De afgelopen jaren probeerden meer verpakkingsvrije supermarkten het. Maar die sloten allemaal na een paar maanden al hun deuren. Het kostte voor consumenten vaak te veel moeite om daarheen te gaan met je eigen potjes. Het gedeelte van onze bevolking dat zo verantwoord leeft, dat ze heel ver willen gaan om verpakkingen te vermijden, dat is toch enkele procenten. Op termijn willen de Rotterdammers ook vers producten zoals vlees verpakkingsloos rondbrengen. Maar of dat nou zo'n goed idee is? Een verpakking bijvoorbeeld voor vlees houdt je vlees echt veel langer houdbaar. Hoewel het assortiment nog klein is, beloven ze hier dat ze niet duurder zijn dan de gewone supermarkt. Ja.